Ja, dan nemen we de week door. En dan beginnen we met maandag natuurlijk. Nou ja, met het weekend. Het WK Shorttrack is voor de Nederlandse ploeg niet zo lekker verlopen afgelopen weekend. De vrouwenrelayploeg werd weliswaar wereldkampioen, maar er werd ook vooral veel gevallen. En als er niet werd gevallen, dan waren er allerlei gevallen van straffen wegens andere hinderen. En ja, maar toch opgeteld, het maakt de sport allemaal toch mooi. De emotie van de grote kanshebber waarbij het misgaat. Je verliest nou eenmaal vaker dan je wint. En dan de veerkracht vinden om dat om te draaien. Laat ik het zo zeggen, ik heb toch weer enorm genoten van de Nederlandse ploeg. In de Belgische gevangenis blijkt regelmatig sprake van ernstige mishandeling van medegevangenen. Deze week kwam een zaak naar buiten van een gedetineerde die van zijn medegevangenen allerlei zakjes drugs in zijn anus moest verstoppen, aangeduwd met een niet nader aangeduid voorwerp. Vorige week was er al het voorbeeld van een man die poep moest eten en werd verkracht met een bezemsteel. En ook dat ze allerlei foto's van vrouwen online hadden gezet met seksistische opmerkingen over hun uiterlijk en hun mening over hun prestaties in bed. Met de naam en telefoonnummers van die vrouwen erbij. Oh nee, wacht even. Nou haal ik een paar dingen door elkaar. Dat voorbeeld van poep eten en een bezem in je kont is van de Utrechtse studentenvereniging. Nee, ik bedoel de derde. Met die foto's. Die is van het Utrechtse studentenkoor. En waar het ging over poep en bezem is de gevangenis in Leuven. Stop de tijd. Ik zet geen joker in, want die zitten er blijkbaar genoeg bij het koor in Utrecht. Een buitengewoon gastronomische ervaring in een luchtvaartballon op 30 kilometer boven het aardoppervlak. Dat kan volgend jaar dankzij Deense twee-sterrenkok. Zes gasten mogen voor 500.000 euro per persoon genieten van een maaltijd met zicht op de kromming van de aarde. Goh, voor 500.000 euro. Ja, de horeca is wel wat duurder geworden de laatste jaren. Maar het is wel veel. Waar gaan we eten, schat? Er is nog een verrassing. Maar is het wel een leuke ruimte? Ja, het is wel een mooie ruimte. En kun je een beetje naar buiten kijken? Ja, je kunt ook een beetje naar buiten kijken. Ik heb nog een restaurantbon van 50 euro. Zal ik die dan meenemen? Ja, dat kan. Er is toch geen varkensvlees, hè? Nee, het is allemaal echt heelal. Nou, klopt. Het is allemaal waar, maar het is ook van stuitende decadentie. President Poetin heeft de presidentsverkiezingen in Rusland gewonnen. Hij was verreweg de grootste, 87% van de stemmen. Ja, dat zijn echt PVV-achtige getallen. Maar tot zover de vergelijking, want Poetin heeft niet gezegd dat hij dan eventueel geen president hoeft te zijn. Dinsdag. De marechaussee heeft maandag op Schiphol een 14-jarige jongen uit Almere aangehouden omdat hij een zwaard van 60 centimeter bij zich droeg. Het was nog onduidelijk wat de jongen met het zwaard wilde doen. De jongen was ook erg moeilijk te fouilleren omdat hij een harnas aan had. In het Olympisch dorp in Parijs worden 300.000 condooms uitgedeeld. Dat is aan de ene kant natuurlijk goed, aan de andere kant een gemiste kans. Want talent is erfelijk. Zoals we weten gaat het in de erfelijkheidsleer om twee ouders. Je kunt nog zo'n geweldige sportvrouw als moeder hebben, je erft als kind ook nog de helft van je vader, of andersom natuurlijk. Een fantastische sportster als moeder en een luie vader met een voorkeur voor blokfluitmuziek uit de Renaissance levert niks op. Bij topsport gaat het om details. Dus als er ook maar één belangrijk gen overwoekerd wordt door een talentloos gen, dan zul je toch voornamelijk van inzet, intelligentie en doorzettingsvermogen moeten hebben. Nou, laten we uitgaan van twee ouders. Voorbeeld, gewoon uit de geschiedenis. De kinderen van Naomi van As en Sven Kramer hebben natuurlijk alles in zich om geweldige ijshockeyers te worden. Of stel een zoon van Marco van Basten en Ankie van Grunsven, dat wordt een voetballer met de lolle van een paard die zijn benen ook nog in kunst en balans kan laten dansen. Een zoon van zwemmer Arno Kamminga en wielrenner Annemiek van Vleuten is iemand die heel hard een berg op kan zwemmen. Snap je? Omdat een kind van beide ouders eigenschappen overerft, kun je een geweldige databank voor topsporttalent opzetten. Maar die databank, die bestaat er al. Dat noemen ze namelijk Olympisch dorp. Daar woont de absolute top van de sport 3 weken bij elkaar. En er worden dus nu 300.000 condooms uitgedeeld. Ik zeg dan gemiste kans. Woensdag, Nederlandse mannen geven 37% meer uit aan nieuwe spullen dan vrouwen. Ik had een heel ander beeld. Ik dacht andersom.
Maar ik snap wel hoe het komt. Vrouwen kopen namelijk wel 37% meer spullen. Maar het is vooral kleding. En dan nog het liefst met korting. Voor mijn beste vriendinnen is er echt niks lekkerder, niks mooier dan kleding in de uitverkoop. En bij het showen van wat er gekocht is, wordt ook altijd de prijs erbij gezegd. En dat het dus bij het kopen geld is overgebleven. Want dan zeggen ze, kijk, jasje €145, maar normaal €290. Dus ik heb €145 verdiend. En daar heb ik 3 shirtjes voor gekocht. Nou ja, gekocht, die zijn dus eigenlijk gratis. Nou, snap je? Nou, veel mannen doen dat anders. Die kopen gewoon de grootst verkrijgbare barbecue en een nieuwe mountainbike en zeggen tegen hun vrouw, gefeliciteerd, ook voor jou. Donderdag. Voetbal. Het AI-onderzoekslaboratorium van Google heeft een tactische assistent ontwikkeld voor voetbaltrainers. Het instrument kan met grote precisie het verloop van een corner voorspellen. Met daarbij ook een accuraat percentage van hoe vaker bij toepassing gescoord kan worden. Nou, volgende stap is natuurlijk dat de corner helemaal niet meer genomen hoeft te worden, maar dat er aan de digitale assistent wordt gevraagd of het een doelpunt was. Er wordt namelijk alles aan gedaan om voetbal zo voorspelbaar mogelijk te maken. Minder voorspelbaar? Hera United wil de eerste professionele voetbalclub worden voor alleen vrouwen om tegenwicht te bieden aan de mannelijke dominantie in de voetbalwereld. Dat snap ik. Vanuit heel veel gezichtspunten is het een uitstekend idee en een mogelijke oplossing voor veel genoemde problemen door die mannelijke dominantie. Maar als gymleraar ken ik, op een andere manier, dat weet ik ook wel, maar toch. Als gymleraar ken ik ook die dominantie in een gymles. Want vroeger was gym voor jongens en meisjes daarom ook apart. Maar dat is niet meer. Nu is het de plek om te leren met elkaar om te gaan. Om rekening met elkaar te houden. Om te leren van de verschillen. De ruimte die wordt ingenomen moet eerlijk worden verdeeld. En dat doe je samen. Nou goed, ik weet ook wel dat ik dit zeg als man. Dus niet zoveel recht van spreken. Finland is volgens het World Happiness Report het gelukkigste land ter wereld. Alweer, Nederland staat 6e. Nou, dat zou je toch niet zeggen als je een beetje rondzwerft op social media. Maar toch 6e van alle landen in de wereld. Maar waarom zijn de Finnen zo gelukkig? Laten we leren van de Finnen. De Finnen die danken hun geluksgevoel vooral aan hun nauwe band met de natuur, de balans tussen werk en privé, vertrouwen in de autoriteiten, gratis gezondheidszorg en onderwijs en vaak naar de sauna. Dus, opgeteld. Je moet niet te veel werken, veel naar buiten, zoveel mogelijk dingen gratis en vaak met elkaar in je blote reet op een houten bank en er dan op vertrouwen dat de autoriteiten ervoor zorgen dat het allemaal een beetje mogelijk blijft. Simpel. FC Emmen breekt na dit seizoen met hoofdsponsor Easy Toys, fabrikant van seksspeeltjes. Ik vond de uitleg ervan van de oprichter van Easy Toys wel goed. Die zei, ja, je moet stoppen op het hoogtepunt. Is al goed. Je kunt ook zeggen, ja, soms is het gewoon klaar. Of het heeft verder niets te maken met de stand. Nou ja, vrijdag. Onderzoekers hebben fossielen gevonden van een reuze rivierdolfijn die 16 miljoen jaar geleden heeft geleefd. Ik citeer, aan zijn lange snuit kun je ook zien dat de dolfijn veel vis at. Nou, dat is dus een manier om tegen iemand te zeggen dat hij een belachelijk grote neus heeft. Zo, jij eet waarschijnlijk veel vis. Het lintje van de week. Ja, het lintje van de week gaat naar visagiste Angelique Woudenberg. Ik heb regelmatig bij haar in de stoel gezeten voor een televisieopname. En dat is toch elke keer een belevenis. Ze is inmiddels 70, maar ze is ook elke andere leeftijd onder de 60. Altijd vrolijk, geïnteresseerd, luisterend en waar nodig zelfverhalend, want verhalen heeft ze. En ze is visagiste en ik kom door haar altijd mooier uit de stoel en niet alleen door wat ze met mijn gezicht doet. Ze heeft een boek geschreven met verhalen die ik niet kende over haar jeugd in de zelfkant van Amsterdam, over zwart zijn in een wit gezin, over haar door anderen weggegeven zoon die ze dezelfde nacht nog terugvond in een kinderterhuis, over de dood van diezelfde zoon op zijn 29e, over rouwen in afgelegen eenzaamheid. En allemaal geschreven door de vrouw die ik ken als vrolijk, optimistisch, vriendelijk en altijd steunend. Dus, het lintje in de orde van aan je eigen haren uit het moeras en stralend plaatsnemen in de zon, gaat naar Angelique Woudenberg.